mensen, welkom bij een kletsnatte aflevering van Osmium, de zwaarste podcast in het Nederlands. Gepresenteerd door Zware Metalen, het Metal Magazine van de Benelux. Ik ben Niels en zoals altijd word ik vergezeld door de man die zojuist met grof geweld een cornetto in zijn foodhole achter zijn huis heeft laten verdwijnen. hoofdredacteur Pim. Was hij lekker? Het was wel heel seksueel hè. Ja, het was, ja, nou, zat, je zat helemaal onder. Heel je gezicht zat onder. Ja, jij kon er geen genoeg van krijgen, dus ik ging ermee door. Ja, jij was, uh, jij was op je phone even aan het skypen. En, uh, ja, ik had niet verwacht dat, uh, dat er zo'n seksuele lading in dit uh, gesprek al meteen zo snel zou zitten, zeg maar. Nou ja, kijk, ik weet niet wat je had verwacht dat er anders zou kunnen gebeuren, zeg maar. ik zei, oh, wil je mijn espresso-apparaat zien? <laughs> en toen dacht ik, nou, dat, dat, dat warmen we even op met een smeltend cornettootje. Lekker. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, met mijn keel zit alles goed, hè? Dat kan diep <laughs> genoeg. Hoe is het met jouw keel, Niels? <laughs> ja, gaat wel. Het is, uh, het is vandaag een beetje, uh, beetje schorrig. Ik denk, uh, het zou zomaar kunnen zijn dat ik, gewoon, uh, dat ik gewoon corona heb. Niels, aan de corona. Je weet zeker dat het niet de airco of uh, pollen, ja. pollen zijn of zo? Nou, ik heb geen last van horecord. Dus okay. dat zal het waarschijnlijk niet zijn. Maar het, ja, nou, het airco en zo, dat, dat zou kunnen. Uh, ik heb volgens mij eerder deze week een keer de airco iets te lang aan gehad. Kijk. En dat slaat al vrij, vrij snel op je keel natuurlijk. Oké, okay, Bokstel uh, is dus de nieuwe corona hotspot van Nederland. Ja, Ik heb meteen even je, 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 je adres gedokst. <laughs> het is verschoven van Tilburg naar Bokstel. <laughs> het nieuwe zwaartepunt. Ja, precies. Ik geloof dat er maandag was de eerste dag dat we nul nieuwe coronapatiënten hadden, toch? Nee, dat, we, dat er niemand dood was gegaan ten gevolge van corona. Oh, oh. <laughs> dat betekent okay, dat toch is, ooit anders, Dat iets anders, goed ik. nieuws. Dat is ook ja, goed zeker. nieuws. Jazeker. Maar, maar dat is, dat, ja. Nou ja, goed. Oké, okay, prima. Dus we gaan de goede kant op. Dus dat is... Uh, maar goed, dus als je nou fijn. daadwerkelijk corona hebt of Erco, Ik denk, hoe dan ook, was, was jouw keelpijn voorkomen als je gewoon een mondkapje had gedragen. En <laughs> spre, sprekende over mondkapjes... Wat een segue. Wow. Segway. Um, voor zware metalen hebben we binnen de redactie was er veel vraag naar mondkapjes. Uh, de Belgen wilden als eerst mondkapjes, want zij moesten volgens de overheid die eerder. Toen was er veel interne dialoog binnen de redactie of er mondkapjes moesten komen of niet met ons logo erop. Alle Nederlanders waren natuurlijk principieel tegen, maar toen Rutte zei dat we in het openbaar vervoer ook mondkapjes aan moesten doen, wilden de Nederlanders ineens wel een mondkapje. We hebben nu dus mondkapjes in de productie van Fruit of the Loom, drie laags katoen, 60 graden wasbaar en gewoon ons geweldig gedateerde logo erop. En nou, als Niels dus dat mondkapje op tijd binnen had gekregen, dan had hij sowieso geen verkoudheid gehad. Daar was ik niet. Nu zeg maar al, uh, ja, mijn eigen graf zo'n beetje aan het graven, zeg maar. Juist. Dus als we over een paar afleveringen ineens deze andere co-host hebben, dan weten we waar, waar <laughs> dat door komt. Ja, precies. Dan, dan lig ik dus of in het ziekenhuis of ik ben zo dus overleden. Ja. Aan een beademingsmachine. Kunnen we het ook over gezellige onderwerpen gaan hebben deze af aflevering? <laughs> ja, het is een beetje depressief zo, hè? Ja, maar het is, Je wordt ook gewoon een beetje loom van de temperatuur, man. Het is zo ja, fucking warm. Het is zo het is so fucking warm. Echt. Wat, je zou hard zeggen dat het zo naar onze bol stijgt. En dat, we, dat ook onze denkwijze op die manier is. Zeg maar. Want ja, waar, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over hot takes. Oh! Ja, ja, ja. Jij had net een segue. Dit. heb ook een segue. Dit is de segue der segways. Ja, dus uh, daar gaan we dadelijk het even over hebben. Maar voordat we dat doen, moeten we nog eventjes het European Metal Festival Alliance aanstippen. Dat klinkt echt als iets uit de Thunderbirds of zo. <laughs> <laughs> ja, Thunderbird 1, uh, European Metal Festival Lines. Thunderbird 2, wat was die andere? Keer. Delta Echo, Bravo, Foxtrot, Charlie over. Ja. <laughs> Nou, wat, wat is dat, Pim? Want jij, jij heeft, hebt dit eventjes uh, in, in de show notes gezet voor ons, of in ieder geval onze show notes. Yeah. Uh, Leg even aan onze luisteraars uit wat het precies inhoudt. Nou ja, wat ik begreep was uh, dat Osmium ooit is opgezet om een beetje de tendens van de metalwereld of de metal scene te becommentariëren vanuit onze uh, ja, achterovergeleunde stoeltjes. Uh, het is altijd natuurlijk makkelijk roepen wat er gebeurt vanaf de zijlijn. En ja. nou ja, dat zijn we een beetje uit het oog verloren. We hebben natuurlijk in de afgelopen paar afleveringen hebben we andere mensen aan het woord gehad in deze podcast. Maar deels gingen natuurlijk ook met Pitfest over hoe je omgaat met de corona. Nou ja, nu zien mm -hmm. we ook dat de andere metalfestivals die zitten natuurlijk ook niet stil. En een van de meest interessante dingen die dan in de afgelopen twee weken naar voren kwamen, was dan de European Metal Festival Alliance. En wat is dat? Eigenlijk stelt er niet zo heel veel voor. Maar misschien is het wel de manier waarop de Europese metal scene qua festivals bij elkaar komt, is wel aandoenlijk. Dat, dat gevoel van broederschap, dat hoort toch wel uh, bij de metal scene, denk ik. Nou ja, wat gaan zij doen? Uh, volgens mij wordt er op een gezette datum uh, worden er een paar live shows die geregistreerd zijn tijdens die festivals worden ja, gescreend of gelivestreamd. En dan kan je een, een festivalticket verkopen. Volgens mij kosten ze 6,66 euro per stuk. En dan kan je gewoon even kijken naar een paar vette live shows op die festivals. En het leuke om, waarom we het daarover hebben is. Nou ja, in België heb je dan Alcatraz doet mee, Brutal Assault van Tsjechië doet mee, Bloodstock uit Engeland. Uh, we hebben Metal Days uit Slovenië, Partisan uit Duitsland, Summer Breeze uit Duitsland. En. Wie staan er tussen, joh? Dat hou je niet voor mogelijk. Dynamo en ja. Into the Grave. Jazeker, Nederlands Glory. Dus ik denk. En we hebben het er wel eens over gehad, de ondergang van Fort Rock, pam pam pam. Hebben nu, ja, wie zijn dan daarna de grootste metalfestivals van ons kleine landje? Dat is dan Dynamo en Into the Grave. En de Belgen hebben natuurlijk Graspop, maar die is, ja, dat is zo'n groot festival. Je ziet ook dat Wakken bijvoorbeeld, uh, die heeft een eigen initiatief. Graspop heeft ook een eigen initiatief inmiddels. Die hebben de mm -hmm. Metal Festival Alliance niet nodig. Maar het is toch leuk om Dynamo en Into the Grave naast Metal Days. En parties aan te zien. Ja, absoluut. Ik denk dat het een goed ding is. Dit zijn ook allemaal onafhankelijke festivals, meen ik. Ja, maar welk Metal Festival is strikt genomen nou niet onafhankelijk? Wat is precies afhankelijkheid? Ja, precies. Oké, okay, nou maar goed. Het, je zou het kunnen noemen de Indie festivals misschien dan. Ik weet niet of dat, dat een goedere, goede benaming is. Ja, daar kan ik ook over vallen, maar ik hou gewoon even mijn mond, Niels. Maak je zin <laughs> Nou ja, goed, dit zijn niet... Als ik dit zie, ja, Bloodstock is dan wel vrij, vrij groot. En Brutal Assault ook wel. Metal deze. Um, en Summer ja. Breeze heeft ook gewoon nou ja, 50.000 man elk jaar geloof ik. Ja, er staan een aantal hele grote bij wel zo, als je kijkt. Maar er staan dus ook een aantal echt kleine bij. Uh, want ja, Dynamo is niet per se een heel groot festival. Volgens mij is Dynamo inmiddels wel groter dan Into the Grave al. Ja? Ja, past, nou ja het is natuurlijk Dynamo is niet drie dagen. Terwijl Into the Grave dan wel vaak drie dagen beslaat. Ja. Maar volgens mij passen er meer mensen in, dat, in die schaatshal... Dan uh, op, op, dat, op dat plein uh, dat zou je maar kunnen, ik geloof ik. Meteen, ik ben nooit in na uh, into the grave geweest bij Dynamo. Wel, maar uh, dat is inderdaad best wel een flinke, uh, flinke arena. Ja, ja, het is, het is wel vet. En uh, ja, goed dat ze dat ze toch iets doen om ja, een soort van financieel proberen rond te komen. Ja, ik vraag me af hoeveel mensen daadwerkelijk nou voor 6,66 euro gaan betalen voor een livestream voor heel veel registraties, die misschien ook al gewoon op YouTube staan of bands die al registraties hebben ergens anders. Uh, maar ja, hé, laten we niet al te negatief zijn inderdaad. Die, die festivals die hebben allemaal t-shirts uitgebracht. De een doet een livestream met de coronese erin. En de andere die doet een livestream van een paar uh, registraties van voorgaande optredens. Dus het is inderdaad leuk om te zien in ieder geval dat, dat de festivals ja, meegaan met de nieuwe tijden. Ja, absoluut. Wat, wat, ik, me, wat ik me wel afvraag bij die livestreams altijd, want je ziet nou ook dat heel veel bands livestream doen. Oké, okay, nou hè, je bent band en je kunt even niet toeren, dus je hebt eigenlijk bijna geen inkomsten. Dan ga je een livestream doen en... Naar mijn ja, idee is dat best een prijzige investering voor een band, want je moet al die apparatuur inhuren, je moet infrastructuur op on online, moet je ervoor zorgen dat iedereen het kan zien. Uh, nou, daar komt volgens mij best wel wat bij kijken, moet maar, wat mankracht om dat technisch allemaal te realiseren. Le levert dat dan zoveel op? Ik weet niet of het veel oplevert, maar ik denk dat het dat zeg maar bandleden zijn natuurlijk die nemen vaak toch ook al hun muziek zelf op. Die zullen thuis best wel uh, een bak elektronica hebben en wat kennis over hoe je dat kan doen. Ik bedoel het feit ja. dat wij als twee amateurs... met een paar USB-microfoontjes een podcast op kunnen nemen. Dan kunnen professionele muzikanten... die <laughs> ook gewoon hele ingewikkelde muziek kunnen spelen en schrijven... kunnen vast wel een livestreampje doen, denk ik. Ja, nou ik, ik, lach, ik lach op dat. Jij zegt twee amateurs met, de, met wat USB-microfoons. Volgens mij hebben we vandaag ongeveer een uur lopen klooien... voordat het aan de gang was, maar oké. Okay. Volgens mij heeft de luisteraar daar niks van meegekregen, Niels. <laughs> dus ik weet niet waar je het over hebt. Oh, dit snijden we eruit. Juist, yes, dat mag onze okay. stagiair doen. Ja, ja, maar goed, ze worden... <laughs> stagiair, inderdaad. Uh, maar ze worden dus eigenlijk uitbetaald in exposure dan. Ja, nou meer. ja, wat je ook dan weer ziet... is als je dan bijvoorbeeld de isolation sessions ziet... wat nou in... Uh, wat naar gejat is van de ene opnamestudio naar de Evenaar, is dat, mm -hmm. nou ja, hè, daar is gewoon een platform... en verschillende bands kunnen langskomen. Dus ik zat laatst naar Goal te kijken... Nou ja, Doodswens uh, deed je daar volgens mij ook ja. mee en nog een paar andere bands. Dus ja, op zich is het natuurlijk een redelijk een fixed cost, een eenmalige opstart. Als dan eenmaal alle kabeltjes overal ingeplucht zijn en je snapt hoe de camera's werken en je kan alles livestreamen. Ja, dan kan je dus goed meerdere bands houden. Dus ik denk dat je ziet op verschillende manieren dat er dus wat een en ander gelivestreamd wordt. Ik heb ook naar een livestream gekeken van Enslaved. Die hadden ook een soort van in een, een, een poppodium of een dus online... Oslo, wat was het? Online Oslo muziekfestival ja. of zo met popbands ja, ja. en een paar metalbands en zo. Dus nee, nou ja, je ziet dat het op, ja, het, het vindt zijn weg. Ja, ja, ik vind het wel tof. Het is alleen wel altijd een beetje akkoord, want je ziet een band spelen zonder dat er na elk op, elk, elk nummer een applaus volgt of dat er, ja, je hebt heel erg het gevoel van, ja. Zo van een één Heel erg één. in, eenzijdig, zeg maar. Ja, dus, klopt. Dus dat is wel raar, maar ook wel weer ja, misschien een nieuwe vorm van performance, performances brengen. Ja, een beetje de olifans, maar dan... Uh, wat? Laat maar. <laughs> heb jij nog zelf een paar livestreams gekeken? Wat vind je ervan? Niet al, we hebben het nu een beetje over gehad over wat vind je ervan, of wat, wat denken wij dat muzikanten ervan vinden. Maar mm -hmm. wat vind jij ervan? Heb jij nog een livestream gekeken? Of heb je echt zoiets van, nou, als ik er niet bij kan zijn, dan Hoeft het voor mij niet? Dan leg ik wel een albumpje op of zo? Nou, het, voor mij is wel live muziek is wel... Uh, ja, ik, ik, ik beleef het graag live. Dus ik sta er graag bij. Dat wil niet zeggen dat ik uh, livestreams compleet afschiet. Maar ik heb wel vaak zoiets van... Ja, oké, okay, dit is een band die is aan het performen. En dat is vet. Dat is leuk om op te zetten. Misschien wel, wel, wel uh, aardig om te vertellen... Alwin, een uh, mederedacteur van Zware Metalen... Een goede vriend van mij. Uh, die, uh, wij, wij spreken wel eens gewoon af in het weekend... en dan drinken we een biertje... Hè, netjes op anderhalve meter afstand. En ja, dan zetten we op tv... zetten we meestal wel een livestreampje aan... dat dan niet, niet live is... maar hè, dat dan misschien eerder die week of zo is geweest. Registratie. En dat is dan wel leuk. Uh, ik ga dan niet super aandachtig... echt gewoon de tijd nemen en op de bank zitten... en, en, hè, en, en een drankje erbij en een chipje erbij... en, en, en echt zo van nu ga ik die livestream kijken... Maar wel, ik heb wel die van uh, What Runa gezien. Uh, en die, was, die vond ik wel heel tof. Want dat is ook bij uitstek wel een beetje muziek die zich leent voor een livestream. Omdat er zitten wat van die stukken in tussen nummers door. Waarbij wat verteld wordt. Waarbij uh, elk nummer heeft dan weer uh, connecties met uh, Noorwegen. Duizend jaar terug. La la la. Weet ik voor wat voor een uh, oude historische perikelen daar allemaal um, aan bod komen. Maar. Um, ja, dus dat, dat leent zich daar dan wel goed voor. Uh, dus, dus die vond ik erg vet. Ik dacht dat je, dacht dat je ging zeggen dat oh, de muziek van Wardruna zich leent voor de achtergrond. <laughs> dat je dat tijdens het drinken van een peeltje met een paar matties uh, makkelijk op de achtergrond kan zetten. Maar je had uh, daadwerkelijk wat meer respect voor de muziek. Ja, nou, ik, vond het, ik vind juist dat dan wel een stream die je wel echt kunt gaan zitten kijken, omdat er ook een soort stukje verhaal bij zit. Ja, het is een wel. beetje performance ook. En, en het overstijgt ja. de muziek. En het is zo sfeergedreven dat je haast wel moet kijken ofzo. Het ligt er ook maar net aan, het, zeg maar, het, het soort muziek. Want sommige soorten muziek lenen zich gewoon minder goed voor een livestream dan, uh, ja, dan andere. Bijvoorbeeld, zo'n laatste heeft geloof ik, Code Orange heeft voor zijn nieuwe album een livestream gedaan. Ja. Dat is vet, de productie was gewoon allemaal top, maar ja, dat is een hardcore band. En een hardcore band moet, gewoon, moet je gewoon die moet je voelen. Je moet praktisch, zeg maar, hè? die band die moet die lyrics praktisch in je gezicht spugen. Je moet daar gewoon echt om je heen voelen. Ja, waar zijn de stage dives? En waar zijn de spin kicks in de pit en zo? Ja, zo is dat het, inderdaad. Lekker crowdkillen met z'n allen. Nou, yes. dat. Dus, dus, ja, dus ja, ja, ik kijk het wel en uh, ik heb er ook een aantal gezien en sommige zijn heel vet. Um, andere zijn... Ik vond bijvoorbeeld die van, uh, je die van Doodswens? Ja. Yeah. Die heb ik ook gezien. Die vond ik ook wel heel cool. Want toen hadden ze ook inderdaad alles helemaal donker gemaakt. Alleen een paar kaarsen aan. Ja, dat, dat vond ik wel cool. Dat vond ik vet gedaan. Ja, wat je nu weer ziet is dat... Althans, eerder deze week hoorde ik dat een mederedacteur van ons Remco... Die gaat weer naar Musicon in Den Haag. Want daar is een metalband die het aandurft om voor een publiek te gaan spelen. En dan hebben ze dus 30 kaartjes die ze kunnen verkopen. Dat mm -hmm. gaat dan tegen een iets hoger tarief, neem ik aan, dan, dan wat het anders zou zijn. Maar ja... Remco die zei, op dit moment is die band mijn favoriete band. Want het is de enige band die ik momenteel live kan <laughs> zien. En er zit natuurlijk ook wel wat in. Zo van, ja, hè, je bent nu een stuk minder kieskeurig dan eerst. Eerst zeg je zo, oh, ga ik nog wel voor de vijfde keer naar Kvelle Tak. Helemaal in de trein naar Haarlem. En nu heb je zoiets ja. van, uh, ik ja, ga precies. ook naar, ja. naar Ambient scheten op, op, op Grindhoven of zo. Boeit mij wat. Ja, precies. Inderdaad, is een van de Aziaten op potten en pannen staat te hengsten met labels of zo. Dat, dat is al, zeg maar, puur omdat je zo'n tekort aan live muziek hebt, accepteer je alles. Exact. Nou ja, oké, okay. we gaan het zien. Ik, ik geloof wel dat de, de, de hoeveelheid mensen die naar zo'n concert mogen, inmiddels weer op wordt geschroefd, toch? Na 100? Nee, maar sowieso hoorden we gisteren weer allemaal, uh, wat was het? Wat Rutte weer gezegd dat er weer meer mensen samen mochten komen, zolang er anderhalf meter afstand gewaarborgd kon worden. Dus ja. ik denk, theoretisch gezien zou je een redelijke band in de Dome kunnen zetten. Niet dat je dat per se moet willen. Maar het geeft bijvoorbeeld wel perspectief voor voetbalwedstrijden die dan kunnen plaatsvinden op uh, een derde capaciteit. Als je denkt aan een derde ja. capaciteit van een een, een zigodome, dan denk je toch wel aan drie vierduizend man. Inderdaad, ja, ik, ik, ben, ik ben wel benieuwd hoe, die, hoe dat dan gaat uitpakken bij voetballers geloof ik. Nou, ik heb hier geen verstand van. Oh, maar daar heb je ook nog te maken met seizoenskaarthouders die dus gewoon al voor het hele seizoen hebben betaald, maar dus nou niet naar wedstrijden kunnen. En dan moet je weer gaan zeggen van ja, wie laat je dan binnen, weet je wel? Oh, ethische kwesties ja precies, maar bijvoorbeeld als je dan kijkt naar uh, bepaalde poppodia die een kleine en een grote zaal hebben, dan zou je kunnen zeggen, nou een band die normaal in een kleine zaal staat, die zou je dan op de gro grote zaal kunnen programmeren zodat je wat meer afstand kan houden. Stel nou, je bent in de 013 of zo en je hebt daar die grote trap. En iedereen krijgt zijn eigen cirkel, zo'n witte cirkel, zoals ze nou ook oh, in ja. de parkjes hebben. <laughs> en dan met, de lo met een loting bepaalt dan dat je helemaal achteraan moet gaan staan. Terwijl ja. er vooraan gewoon zeeën van ruimte is, zeg maar. Dan voel je je toch ook best wel te kakken. Als je helemaal achterin naast die bar staat, helemaal op de allerhoogste ja. treden. En je staart een beetje in de verte met je verrekijker zitten kijken naar wat er op het podium gebeurt. We hadden ja. vooraan gewoon uh, genoeg uit Ja, en wat is een biertje wil gaan halen of zo? Misschien moet je wel met een app reserveren of zo. Of zoals in de, de AFAS Live hebben, dat er iemand rondloopt. Dat er zo dude in zo'n complete... Zo'n met suit. Uh, dus, ja, ja, precies. <laughs> <laughs> alles erop en eraan. Aluminiumfoliehoedje foliehoedje op, een Geiger in zijn handen. Ja. Alles erop en eraan, hem volledig beschermd. <laughs> en dat hij dan jouw bier kon brengen, ja. Ik weet ook niet of dat helemaal hygiënisch is allemaal en zo. Ja, het zijn gekke tijden, hein, Niels. Ja, gekke tijden, absoluut. Ja. Maar jij komt sowieso geen concertzaal binnen met dat kuchje en die, die keelpijn. Nee, 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 nee. Ik, uh, ik zit natuurlijk gewoon in isolatie. Hè? Inderdaad, de isolation sessions hier. Nee, hey, en de cirkel is weer rond. Oké, okay, nou, waar, waar wilden we dan daadwerkelijk over gaan hebben deze aflevering? Ja, over hot takes. En uh, volgens mij had jij een. Uh, ja, nou ja, goed, hè, even uitleggen. Er is natuurlijk momenteel helemaal geen fluit. Wat gebeurt in het muzieklandschap? Ja, vertel het nog een keer nieuws. Uit. Ja, inderdaad. Ik zal het nog maar eens een keer herhalen voor het geval dat jullie nog niet was opgevallen. Maar ja, het is, uh, het is droog momenteel. En uh, ja, dus dan is het. Uh, ja, we moeten toch een podcast maken. En wat doe je dan? Nou, dan ga je zoeken naar nieuwe dingen. En wij hadden verzonnen. Hot takes. En nou, wat is dat? Je hebt daar een heel uitleg bij, volgens mij. Ja, nou, het is 30 graden. Dus in dat opzicht is het natuurlijk al super relevant. Die takes <laughs> die zijn sizzling hot. Yes. En wat is nou precies een hot take? Ik ging even naar Wikipedia. En ik had daar de volgende definitie. Komt die? In journalism, oké. Okay, a hot take is a piece of deliberately provocative commentary that is based almost entirely on shallow moralizing. Usually written on tight deadlines with little research or reporting and even less thought. Kortom, ideaal voor Dit Dus gewoon onzin lullen. <laughs> gewoon roep iets. En nou, ik ga zo meteen iets roepen. Ik hou hem nog even achter de hand. Maar ik, ik, ik heb wel een hot take. Ik heb, een, ja. ik heb natuurlijk hè, als opinierend mens heb ik natuurlijk wel een hele bibliotheek aan hot takes. Ja. Maar dit is nou echt de hot takes. Als je zegt oké, okay, vroeger had je die Heineken reclame dat er zo'n. Iemand in zo'n zo ski-piste, zo'n ski-tent uh, naar binnen kwam, de deur opende en zei... Hey, biertje? Ja. Nou, take je. Die heb ik zo meteen. Oké. Okay. Ja, ik ben heel benieuwd. Goh, uh, takes. <laughs> ja, inderdaad. Onpopulaire opinies. Uh, ja, eigenlijk een beetje te tegen draadse mening. Wat, wat is nou jouw mening? Ja. Waar, waar Waar je dan zeg maar ja waar je weinig bijval voor zal vinden zeg maar een, een, gewoon ja een onpopulaire mening of een controversiële statement van uh, nou ja weet ik veel uh, black, Battle begon niet bij Black Sabbath of zo dat is misschien een hot take ja 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 en okay. uh, nou ja we hebben zelfs gevraagd aan onze lezers of onze volgers op Facebook van zware metalen te vragen naar hun hot takes ja en daar kwamen 300 reacties op en ja, jij hebt volgens ja. mij de tijd genomen terwijl je op je op je ziektebed je corona ziektebed heb jij even op Facebook even een destillatie gemaakt, Niels? Wat viel je daarop? Ja, nou, er, wa er waren heel veel hot takes die niks meer waren dan... Uh, ik vind, vul hier bent X in, een kut band. Of ik vind een hier een vul hier een onpopulaire bandnaam in, echt een geweldige band. Ik vind Sabaton kut. Of ik vind uh, Ghost helemaal geweldig of kut. Of, nou, weet je, dat soort... Takes, nou, oké, okay, kan. Maar dat is meer het verkondigen van je smaak, denk ik. En niet per se ja. heel diepgaand qua... Uh, ik zou ook ja. haast zeggen dat het haast niet eens controversieel is. Het is echt wel bekend dat er heel veel mensen zijn die Ghost geen metalband vinden. En ja. er zijn ook heel veel mensen die Sabaton geweldig vinden, of juist andersom. Dus ja. ik denk dat dat ook niet daadwerkelijk controversi niet controversieel is. Dus die mensen waren allemaal af. Ja, precies. Dus jullie mogen niet meer meedoen. Nee, of, volgende keer als we hem hot takes vragen, moeten jullie in de hoek blijven. Ja, nee. nee eigenlijk willen we wel graag nog meer hot takes, waarschijnlijk voor de volgende keer. Maar, maar graag met iets uh, meer onderbouwing met, zo. Sorry? Ja, iets meer onderbouwing. Ja, precies. Dus inderdaad, met meer, uh, meer ja, context eromheen en zo. Waarom vind je dat? Wat en, is er nou en, precies mis met Sabaton? Ja, inderdaad. En, en, waarom, en hoe vervoel je een hele tank gewoon mee naar het podium, zeg maar? Hoe doe je dat? Maar werd er nog wel iets zinnigs verkondigd? Zeg maar, hoeveel, volgens mij viel iets van 80% van de reacties viel daardoor af. Ja, we hebben wel wat, uh, wat nuttige gehad inderdaad. Die gaan we niet allemaal behandelen vandaag, maar er, er was er eentje die wel erg opviel en veel likes kreeg en dat was die van Lucia van den Heuvel. Shoutout naar Lucia! Yes! En zij zei elitair gedrag van metal liefhebbers is stront irritant. Niet iedereen vindt hetzelfde tof. Je mag best luisteren naar pop of rap en dat hoeft niet meteen te betekenen dat je een Slechte smaak hebt. En denk, ja, volgens mij, volgens mij klopt dat ook wel. Ik, ik, als ik dan zo dat lees, dan denk ik, als je van alle groepen muziekfans, en jij, jij bent wat dat betreft wat breder ingelezen dan ik, denk ik, in, uh, in muzieklandschap. Want jij luistert ook best wel veel naar, naar rap en, 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 ja, en elektronische muziek en dingen die ik over het algemeen skip. Ik stuurde gisteren zo'n kraker naar je door, Niels. Oh ja, van Weeval. Nee. Wat dan? Nee, daar kom ik zo meteen wel even op. Maak je wel okay. af. Nou ja, anyway, als je dan kijkt naar uh, fans van, van, ja, zeg maar van alle soorten muziek, dan denk ik, generiek genomen, dat metalheads een beetje als elitair worden gezien. Denk je dat het waar is? Ik weet het niet helemaal. Ik denk dat ze redelijk hoog in de rankording staan van inderdaad hoe, hoe ver ze neus ophalen van andere genres. Maar ik denk dat het niet erger is dan de gemiddelde klassieke muziek van er zijn ja. heel veel mensen die naar klassieke muziek luisteren... met hun grijze haartjes, die dan naar achterover leunen met een sherry... en dan zeggen, ja, hè, sinds 1850 is er geen degelijke muziek meer gemaakt, <laughs> zeg maar. Zo, dat, is dan ook, nou, dat is in die cirkel ineens een hot take. Maar inderdaad, alles wat niet van Mozart of van Bach... of van wie al die mensen ook zijn, komt... is dan al niet meer naar te luisteren. Dus ik denk niet dat de metalheads het meest daar... Het, niet, niet, zijn in ieder geval niet de worst offenders. Nee, dat, ja, oké. Okay, Daar denk ik wel dat ik het daarmee eens ben. Alleen ik vind juist dat ja, als je denkt aan kl klassieke muziekfans, dan zie ik ook inderdaad echt zo'n beeld van die mensen die wat ouder zijn en die vastgeroest zitten in hun gewoonten en totaal niet meer luisteren naar nieuwe dingen en zo. Terwijl metalheads over het algemeen niet per se oud hoeven te zijn of zo. Ik heb dat dus meer een groep waarbij ik zeg van. Uh, Verkeer metal. Weet je wel, het is ja. niet zo. Snap je wat ik bedoel? Het is niet, het, het, ja. Terwijl daar wel echt ontzettend veel elitair gedrag is terug te vinden, denk ik als je zo wat forra leest en zo. En Of uh, nee. toe mensen hoort praten over dingen. Ik heb er wel op zich, misschien kan ik daar nog wat over theoretiseren. Is mm -hmm. ik, denk dat, ik denk dat metal is natuurlijk redelijk een genre wat en dat is misschien niet eens meer waar, maar de mensen die naar metal luisteren, veel metal luisteraars hebben het gevoel dat ze buitenbeentjes zijn. Ja. En dat zijn dan. Dan komt er een soort van gijzeling-syndroom. Dat je dan. Of een soort van. Uh ik ben afgestoten door de buitenwereld. En nu heb ik hier mijn eigen subcultuur ontdekt. waarin ik mezelf kan zijn. Maar daardoor heb je dan weer de omgekeerde reden. dat dan iedereen gegatekeept wordt. Zo van nee, Limbiskit doort er niet bij. En Korn mag niet. Alles wat mainstream wordt. en waar dus nieuwe fans het genre in komen. dat is allemaal vies. Ja. En dat zie je dus ook zo'n grote tegenreactie tegen Ghost. tegen Aylstorm, tegen Sabaton. Alle bands die een soort van. Ja, makkelijk verteerbare vorm van metal maken met heel veel entertainment die er dan bij komt om je te overtuigen en op die manier een soort van gateway band kunnen zijn naar de daadwerkelijk zwaardere muziek. Ja, mm -hmm. daar wordt heel veel op afgegeven. Dus ik, ik weet niet waarom dat is, maar ik denk dat in die zin snap ik wel dat mensen het gevoel hebben dat metalheads nogal kortzichtig zijn of en als je het minder negatief wil interpreteren kan je misschien zeggen beschermend. Ja. Ja, Voor de ja. De puurheid precies. van een genre. Ja, maar dat. Vak dat is baby metal. Ja. Fuck this shit. Maar, maar, maar dat, dat is eigenlijk ook wel een beetje een giftige instelling natuurlijk. En het is, dat, dat is misschien, ik vind dat echt de meest elitaire instelling die je kunt hebben. Hè? Bijvoorbeeld, uh, neem als voorbeeld zo van: uh, ja, het is geen uh, true cult black. Dus uh, dan is het geen echte metal en is het kut. Weet je? Dat, dat soort instellingen. Het moet klinken alsof het in een koekblik is opgenomen. Dat, dat, ik kan daar niet bij. Ik snap dat echt niet. Want. De, 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 het meest zeg maar, hypocriete wat je kunt doen is zeggen dat een bepaalde stijl moet blijven zoals hij is en, en dat al het andere maar kut is. Want als je nadenkt, hè, stel, stel: denk nou eens hè, de, even na, jongens. De mensen die hè, in, 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 weet ik veel, begin jaren negentig, zo eind jaren tachtig, toen de black een beetje ontstond, zo. Als die, die gasten die dat hebben uitgevonden, allemaal in Noorwegen, als die in hun boxje waren blijven denken, als hun waren blijven spelen volgens de regels en, en als de mensen om hun heen en zij zelf ook precies zo'n instelling hebben als, als die nu af en toe hedendaags hoort, dan was dat hele genre nooit uitgevonden. Dan was dat hele stuk, want juist de eerste mensen die black metal gingen spelen, gingen juist tegen de stroming in. Dus... Waarom zou je ooit dat willen tegenhouden? Het geeft toch alleen maar nieuwe... Dat is zeggen van, ja, oké, okay, dus, dus, dus je bent in, in de tijdlijn, ben je na, hè, weet ik veel, 1992, 1993, 1994. Ja, en sinds daar, daar moet het gestopt zijn. Daar, vanaf daar is het allemaal niet meer boeiend. Daar, vanaf daar mag het niet meer verder. Waar, hoe hypocriet en arrogant ben je dan als je dat zegt? Vind jij niet dat uh, Black Metal gepiekt is in 1992, Niels? Ja, nee. <laughs> nee als iemand die onlangs nog een livestream van doodwent aan het kijken was, is er de, was er inderdaad nog veel te winnen. Ik denk, ja. je, ik denk dat je, daar wel een mooie knowledge bomb dropt hoor. ik denk zo van uh, een beetje zo'n kip en ei verhaal, zo van ja. joh, uh, als je met zo'n instelling kan er helemaal niks nieuws ontstaan. maar ik moet ook alweer relativeren. ik heb het gevoel dat die ja, giftige mening is al jaren op zijn retour. ik heb het gevoel dat je een beetje die mening was heel hip tijdens het Nu Metal tijdperk. Omdat daadwerkelijk metal in de mainstream staat. Maar metal staat nu mm -hmm. al zo lang. Bijna een decennium weer, uit de mainstream, misschien wel bijna twee decennia. Dan hebben ze gewoon, het je hoeft niet echt meer te gatekeepen haast. Zeg maar de worst offenders zijn een Eelstorm. En zo. En dan denk je, nou, ja, oké, okay, hè, die, ja, die piraten, metal ook... mogen ze hebben dan. Ja, dat is, dat is ook. Die vind ik, dat vind ik een kutband om een hele andere reden. Dus Ja, Ja, maar, maar dus daarom denk ik ook van, joh, uh, ik, ik denk oprecht. Hebben mensen daadwerkelijk het gevoel dat die true cult mensen nog bestaan, überhaupt? Is dat niet gewoon een gimmick? Is het niet ja, gewoon het een grapje of zo? Zeg maar, haha, het, het is niet opgenomen in de koekblik. En uh, ik ga lekker op mensen een teentje trappen als ik zeg dat, dat de rest allemaal niet cool is. Zeg maar, die pedante instelling heb ik zelf ook vaak. zeg van ja, als je niet dit, als je dit super niche ding niet kent, of niet gaaf vindt, of niet waardeert, dan ben jij gewoon een poser. En dan hoor je er ook niet bij. Ja, ja. nou ja, weet je, dan kijk je naar zo'n band als Def Heaven, hè? En. Uh, dan hoor je heel erg vaak zo van... oh, hipster metal, misschien echte black, bla, 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 En dan denk ik bij mezelf... ja, ik, nee, inderdaad, het is geen, misschien geen echte black. Het is juist iets wat probeert de grenzen op te zoeken... iets nieuws probeert te doen. Als je luistert naar het laatste album van, van Def Heaven... dan denk ik bij mezelf, deze band die, die bereikt zoveel grond... heeft zoveel progressie doorgemaakt in de afgelopen jaren... dan denk ik, ik heb liever een band die risico's neemt... en daadwerkelijk iets nieuws doet... dan een band die alleen maar in een bepaald boxje blijft spelen. Maar, altijd. maar is het dan zo... Hè? Voor, we hebben nu Def Heaven, maar we hebben ook Alcest. En die worden wel ook gewoon gerespecteerd. En ja, je hebt, ja. hebt zo'n heel blik aan, aan post-black. Moe uit, uit, uit Denemarken mm -hmm. en zo. En Ledis Kret. En nou, hele Franse scene eromheen. Allemaal Post, iedereen doet post-black tegenwoordig. Ja, er is inderdaad een iemand die moet even iets nieuws verzinnen. En dat soort van geaccepteerd krijgen. Maar ja, je ziet ja. vervolgens wel dat er een hele sub. Een heel nieuw subgenre ontstaat en zich ja. ja in de grond vestigt en dat er bands zijn die nou gewoon al tien albums in dat genre, hoe jong het ook is, nou al, al, al spelen. Is het dan daadwerkelijk zo dat de metal scene als geheel die vernieuwing tegenhoudt? Weet ik niet. Ja, ik weet niet of dat. Ja, oké. Okay, nou, hè, er is ook om dan even voor de andere kant te spreken. Uh, het is prima als je zegt: nou, ik luister het liefst naar die uh, first en second wave black of zo. Hè? Mag Ik noem, op nummer iets. Er is niks mis mee. Als jij zegt van ja, ik luister gewoon het liefste naar uh, een band die uh, die fi opname technieken hanteert. Prima, moet je lekker zelf weten. De, alleen wat, wat ik bedoel te zeggen is ga dan niet lopen schreeuwen van ja, het, het andere is kut. Ja. Want dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Dus... Uh, en ja, wat je zegt, maar om, hè, om terug te komen op wat je zegt van uh, uh, Def Heaven. Ik denk dat Def Heaven, omdat het de populairste bent, is, dat die de meeste shit krijgen. Inderdaad, dat denk ja, ik Ja, en wel. omdat ze uh, waarschijnlijk ook een goede review kregen op Pitchfork. En dat is natuurlijk ook uh, alarmerend. Oh ja, inderdaad. Maar goed, Pitchfork. kijk, ik denk dat er... Dus ik denk dat er zeker een waarde in zit. Als je bijvoorbeeld inderdaad zo'n Def Heaven neemt, dat is dan zo'n moment waarbij je een heel collectief genre... Iedereen die echt prim, prominent naar, veel naar black metal luistert, dan toch... Het afgeeft, zeg maar, of in ieder geval het heel lang duurt voordat mensen het gevoel hebben dat dat een nieuw genre is, of, of dat dat inderdaad het luisteren waard is. Maar ik denk dat Def Heaven het totaal niet uitmaakt of zij gezien worden als black metal... omdat ze maken gewoon de muziek die ze maken. Ja, dus, sterker dus, nog, op het laatste album zit vrij weinig om onderin. Dus. Ja, dus, dus, dus zij lag het, het langst natuurlijk, maar misschien is het inderdaad zo dat, dat mensen. Die dat elitaire gedrag, zoals jij het noemt, dat dat vooral naar buiten mm -hmm. komt op het moment dat, dat er één nieuwe band ineens iets nieuws doet. En dan kan ja. je bijvoorbeeld ook baby metal als voorbeeld nemen. Ja. En dan ja. kan je ook later, on onlangs, nog meer koer nemen. Dat ja. is dan de, die... die, die een, oh nee, ze maakt ineens een volkalbum album met volkliedjes liedjes en zo. En dat mag natuurlijk ook niet. En ze heeft in een interview ooit een keer gezegd... dat ze black metal de esthetiek leuk vindt of zo... en, en dat eigenlijk alleen maar gebruikt. Dus ze is een soort van bloedzuiger van de black metal scene. Ze leent de esthetiek ja. en zodra oh. ze er klaar mee, zodra het op is... knoopt ze de condoom op en gooit ze hem in de prullenbak, zeg maar. En zo ja. disposable is black metal niet. Ja. Dus misschien ja, heb je wel niet. gelijk, Niels. Ja, nou ja, goed. Ik... Ik denk, ik denk vooral dat het uh, bij wat oudere fans van het eerste uur wat meer heerst dan bij nieuwe fans, denk ik. Maar vernieuwing is natuurlijk altijd eng. De, op een gegeven moment, als je ja, jong ja, bent, ja, dan vind je vernieuwing leuk. En je hebt natuurlijk al wat ouder dan ik, maar eh, op een gegeven moment word je gewoon conservatief. En <laughs> ja. ik zeg altijd, oud worden radicaliseert. Op een gegeven moment word je ook gewoon radicaal conservatief als ouder. Dat je denkt, vroeger was alles beter. En waarom moeten er nou ineens uh, allemaal... Uh, protesten En waarom gaan er ineens allemaal standbeelden worden omgegooid en zo? Nou, dat kunnen we allemaal niet meer verwerken en een nieuwe realiteit omarmen zonder ja. daadwerkelijk iets, iets, een waardeoordeel daarover te geven. Maar in ieder geval heb je inderdaad dat we het gevoel dat de oudere luisteraars wat meer vastzitten in wat ze leuk vinden. Ja, ja, precies. Ja, inderdaad. En dat mag. Okay. Dat, dat mag ja, ja weet je uiteindelijk aan het einde van de dag hey, je mag leuk vinden wat je leuk vindt maar ik denk niet dat het heel productief is om dan actief je energie te gaan spenderen om iets dat niet binnen jouw smaakpalet valt helemaal aan te vallen ja dat 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 is inderdaad daar zou de wereld een betere plek van worden ja precies en uh, nou ja had, om even terug te komen bij het oorspronkelijke punt of de, de oorspronkelijke hot take van, uh, van Lucia van der Neufel zij zegt ook uh, het dragen van een band shirt hoeft niet per se te betekenen dat je bekend bent met de complete discografie van een band. Weet je, als jij gewoon twee of drie nummers van een band vet vindt, kun je ook gewoon een shirt kopen. Als je die band toch wil steunen, dan was daar mis mee. Het zijn ook weer voorbeelden van dingen. Denk, ja, dat is ook misschien wel een beetje elitair gedrag, toch? Ja, tot ook alweer bij de gatekeeper, maar dat komt dus voornamelijk op, zo denk ik, om weer in hetzelfde punt te vallen, is wanneer de mainstream lijkt iets te pakken van onze scene, een soort van esthetiek over te nemen. Wanneer Kanye West of zo in een Iron Maiden t-shirt loopt, dan, dan denkt iedereen, oh, dat mag niet. En als iemand in uh, een of andere vlogs daar bij de H&M een Metallica shirt koopt en vervolgens in een vlog zegt dat, dat, dat ze een leuk metallic shirt gekocht heeft, dat uh, heb jij een keer gezegd in deze ja, aflevering, Niels. Verschrikkelijk, ja. Dan hebben we inderdaad in een kromme tijd ja, dan, dan wel. Maar dan, dat is weer, dan denk ik dat dat weer een soort van next level cringy is. Dat maar waarom is niet... mag je op sommige momenten wel iemand's dedication toetsen en aan de andere kant niet? Moet, is, is, is het zo dat ze eerst een soort van basistest moeten passeren? Zo van, oh ja, je, 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 je vindt oprecht Linkin Park leuk of er is in ieder geval één nummer van Metallica die je vet vindt. Ja, en dan kijk. mag je een Metallica shirt aan hebben of als vlogger en, en dus als vlogger helemaal niet. Zeg maar waar ligt de grens dan? ja oké okay. nou ja ik zou zeggen je moet toch wel weten waar je een shirt van draagt dat, dat hoeft helemaal niet heel veel mensen weten niet waar een shirt geproduceerd is sommige mensen nee, kopen ja, gewoon okay, een shirt maar, omdat het er leuk uitziet. ziet dan doe je dat nou prima maar de, je hebt bij de, bij de, waar is de Jack and Jones en uh, al die andere kledingwinkels heb je honderdduizend shirts waar een zeggende print op staat die niet per se gerelateerd is aan een bepaald idee of een bepaalde merk of whatever de, een band shirt is, is daadwerkelijk van een, van een band dat, ik vind wel als je dan een bandshirt draagt, dan, dan is het toch ook wel redelijk normaal dat je dan. Ik, ik zou zeggen, als je een bandshirt draagt, dan, dan, dan draag je uit dat je die band vet vindt. Toch? Dan ja, je je dat het naar is er in Ja, en als je niet eens weet waar je een shirt van aan hebt, dan is het toch een beetje. gaat toch een beetje aan het punt voorbij, dan? Of, of wat vind jij? Ik kan me niet voorstellen. Kijk, hoe kom je aan een metal shirt? Ja, de ANM verkoopt gewoon shirts van. Uh, Oh ja. Van populaire bands. Oké, okay, daar gaat het dus al wat. Maar stel je kon er ja. niet kopen bij de ANM. De enige ja. manier om een metal shirt te kopen is wanneer je naar large.nl gaat of zo en iets uitkiest. Of wanneer je naar een metal show gaat en daadwerkelijk bij een, bij een merch table een shirt koopt. Ja, maar en, en, okay. en als je op die manier aan een shirt koopt, dan ben je toch al zo geïnvesteerd in de metal genre dat je daadwerkelijk de trein pakt naar een podium Gaat en naar een kaartje koopt, en naar binnen loopt, naar de show gaat, en dan een shirt koopt, dan heb je al zoveel grenzen over dat je daadwerkelijk wat dedication aan het genre hebt. Ja, maar je kunt hem ook online, online kopen bij de band zelf, Ja, klopt, maar, zeg maar je gaat niet zomaar naar een of andere grindcore band, bandcamp, zeg maar. Denk even nou hoe ver dat af ligt. Ja, van wat ja, ja, wat een fashionist. Ja, ja, okay. Jij bedoelt de mensen die zo'n zo soort van redelijk underground shirt, dus niet een shirt van ACDC of Ja, een, of ik heb Delka het hier echt de... over dat jij met een shirt ja, van ja. Ulcerate rondloopt of zo. Ja, die die ja, koop je ja, echt ja, niet ja. zomaar. Nee, dan moet je wel geluisterd. Het is niet alsof dat voor het oprapen ligt, inderdaad. Exact. Dat, dat klopt. Dus het beste wat ja. je kan vinden is in een thrift shop of zo, is dat je dan daar ergens een shirt van Judas Priest vindt en denkt: Oh, leuk. Mo mooie esthetiek. Oké, okay, maar ik, dan nog. Ik vind wel, dat, dat, zeg maar zo, zo, ja, misschien is het gewoon, dat heeft het te maken met het feit dat ik gewoon echt een intense haat heb voor al die Instagram types die uh, alleen maar te koop lopen en uh, op zoek zijn naar validatie. Ja. Misschien, is de, <laughs> misschien, misschien is dat het. <laughs> en dat dan proberen te doen door, door een een of andere bandje te dragen van een band. Waarvan ik zeker weet als je dat aanzet, dat ze denken, wat is dit voor een herrie? Weet je wel, dat gaat gewoon gebeuren als je, dat, als je dat opzet. Ja, daar heb je dus een shirt van aan, mens. Denk even na. En wat trouwens even grappig. Ik zag dat een van die Kardashians, de keer hè, de Kardashians, die, die, een van die Kardashians had een Slayer shirt aan. Dus ook om, om hè, op, op dezelfde manier van: Nou, heb je ooit naar Slayer geluisterd? En ik zag een, uh, ik zag een dat was dan zo'n meme. En zag ik een plaatje daarnaast van uh, Jeff Hanneman, uh, geloof ik. Die, die op zijn shirt had staan: kill the Kardashians. Ja, dat is Gary Holt, geloof ik. Of Gary Holt, ja. Ja, ja want uh, Jeff Hanneman is al een paar jaar niet meer. Ja, die zal een, een tijdje inderdaad niet meer. Rest in peace. Wat, wat ik nog even wil toevoegen, wat jij zegt van oké, okay, je, je gaat naar de, wat was het? Jack and Jones voor random t-shirts prints. Dit is ja. even weer een sikke segway. Vorige aflevering had ik het over Congo. Wat ik het nu even wil noemen, is dat uh, op mijn uitwisseling naar Shanghai, ongeveer nou ja, alweer bijna tien jaar geleden, heb ik, shirts, ja. heb ik foto's gemaakt. Want er lopen dus heel veel Chinezen in China rond met shirts of kleding met Engelse opdrukken op t-shirts en zo. Met bizarre quotes die soort vanuit een Google Translate komen. Dus ik heb hier even English. Een, ja, dus ik heb hier allemaal een paar fotootjes tevoorschijn getoverd uh, <laughs> uit, mijn, uit mijn Dropbox. En dus, dan heb je is een kindert shirt op en er staat een leeuw op en er staat op live... Is slowly. <laughs> en ik heb iemand anders hier, die heeft op de achterkant van de shirt, er staat smoking of Mickey Mouse Doki. <laughs> <laughs> dat is zo fucking grappig, joh. Ja, ja ik, ben een paar, ik ben een paar jaar geleden ook in Vietnam geweest en daar hebben ze ook van die hele slechte uh, Engelse vertalingen. En daar liep ook zo een meisje rond met zo'n rugzak en er stond op: follow your, follow your Dry M's, <laughs> <laughs> the flash of dreams. Trimes. Ik heb hier fucking zeker, dit was bij een zwembad. Dat je niet mocht zwemmen in een zwembad. En dan staat daar: This is what I've always wanted to talk to you. Dubbele punt. Urinating into the pool, you are the best. <laughs> <laughs> echt jongen, dit is zo fucking grappig. Ik heb echt, nou ja, ik heb, ik heb, het, ik, nou, ik heb dus een hele, hele compilatie ervan. Dus als mensen er meer van willen horen, dan kunnen we een nieuw segmentje maken dat ik uh, de misprints deel ja cool <laughs> misschien moeten ze gewoon in de show notes zetten ja yeah. <laughs> dat, dat, dat <laughs> nummer waar ik het net trouwens over had was Freed From Desire van Gala ja de, de, dat was dat nummer over je had je het daar net over of wat ja jij, jij noemde het een wieval maar ik had het over de kraker de, oh. de klassieker die ik stuurde uh, Freed From Desire van Gala dat zegt zo'n zo'n 90s classic geloof ik ja na 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 na, 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 na ja. nou, oké okay. het dragen van een bandshirt wel of niet als je, die ja, als, je, als je die band kent, prima. En je hoeft echt niet de hele discografie te kennen. Halve je twee nummers, leuk, fine. Maar je draag het gewoon omdat je het een, een toffe band vindt. En de band wil steunen. En niet omdat je een beetje fashionable wil zijn, toch? Kijk, weet je wat misschien een beetje stoort aan mensen? Is dat dat ze dan denken: oké, okay, je hebt dan één of twee nummers gehoord van de band. Dat vond mm -hmm. je zo gaaf dat je klaarblijkelijk een t-shirt ervan wilde kopen. Maar je wil de rest niet luisteren. En de rest luister je niet. Zeg maar. <laughs> Waarom? Ja, is daar ergens een soort van mentale disconnect die gewoon onverklaarbaar is? En misschien is dat gewoon het probleem. Ik, ja, nou ik. Kijk, in, het, in, het, in, het, in het tijdperk waarin je playlists hebt op Spotify, kan het zijn dat er ja. gewoon drie nummers van een band in staan en dat dat alles is wat je hoort. Want mensen luisteren tegenwoordig gewoon veel minder albums. Ja, misschien moeten we inderdaad gewoon de realiteit accepteren dat mensen niet zoveel meer naar albums luisteren, inderdaad. Dat heeft de Spotify. Ja, maar dan, dan klik je weer als een oude man, Niels. Ja, maar dat is toch de realiteit? Die streamingplatforms hebben de aandachtspanning van, 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 van muziekluisteraars aan gort geholpen. Niemand luistert meer naar de volledige derde symfonie van, van Bach. <laughs> ja, nee, ja dat, maar het dat is toch een feit? Yeah. Het is toch het is versplinterd, weet je? Mensen luisteren naar playlists en, en What's Hot en New Music Friday en dat soort shit. Nou ja, wij doen ook altijd luistertips. Hè? Nieuw, nieuw is altijd beter. Ja, maar wij, ja, ik, nou ja, goed, volgens mij zijn wij uitzonderingen. Maar dat, ja. nou, en onze luisteraars. Ja, precies, want ik denk dan wel dat metalheads dan wel weer hele albums luisteren. Ja, dat denk ik over het algemeen wel. Dat is ook een reden waarom de ZM-jaarlijst elk jaar zoveel scoort. Mensen Just. maken een jaarlijstje en hey, dit album was beter dan dat album, bla bla. Nou ja, oké. Okay. Over albums gesproken? Nee, wat, wat, wat? Wacht even. Oh. Oh, jij wil over naar mijn hot take? Ja, dat weet ik niet. Of, of wil je nog iets meer Nou, wat ik wil zeggen is zo van, oké, okay, dus dit zijn een soort van hot takes. En dit zijn ook de discussies die je kan hebben over hot takes. Ja. Er is een controversiële opinie, er is verdeeldheid in de scene... en daar kan je een beetje over discussiëren. Dus als we nou in de toekomst meer leuke hot takes binnenkrijgen van onze lezers... of als een van de hosts of de gasten er zelf eentje hebben... dan gaan we dat denk ik gewoon doen. En dan, dan noemen we dat gewoon de hot take van de week. Ook al ja. doen we deze podcast om de week, maar dat bekt niet zo ja. lekker. Dus het is gewoon de hot take van de week hot take van de week. Dus volgende ja, aflevering hebben we weer een nieuwe hot take. Dingen die rijmen zijn sowieso altijd meer catchy. Juist. En dingen dus die allitereren. dan onthoud je het ook makkelijker. Oh, dat is trouwens ook hè? over dingen die, die rijmen. Als je een mondkapje wil, hè? geef er eentje cadeau. Een mondkapje voor je gappie. <laughs> Jezus. <laughs> Oké. Okay. Ben, je ben, je ben je klaar voor mijn hot take? Ben je klaar voor mijn hot take? Ja, kom erop. op. Wat we zagen in die reacties op Facebook, was dat iedereen wel een mening heeft over Metallica. Ja. Dat iedereen een hot take heeft over Metallica. Mm -hmm. En mijn hot take vind ik toch wel de beste hot take van alle hot takes over Metallica. Want het is natuurlijk, hè, je kan zoveel vinden over Metallica. Iedereen vindt daar iets over. Maar ik dus ook. En ja. mijn hot take is. Drumroll. Niet van Lars Ulrich, want die kan helemaal geen drumrolls. <laughs> Metallica's beste album, Niels. Is. Yes. Death Magnetic. Oh. Ik ga even... Ik, hier editen we wat krekels in en zo. En zo'n voorbij dwarrelend bosje. Weet je wel? Even zo silence. Ja, een bosbrand. Het oh ja. is fire. Hot fire. Deze take is hot fire, Niels. Ho, Oké, okay, le, le, leg even uit hoe je tot deze conclusie komt. Ja, de, 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 en, ja inderdaad. Want hè, een, een hot take moet natuurlijk altijd een onderbouwing hebben. En eigenlijk is de onderbouwing van de hot take belangrijker... dan daadwerkelijk de hot take an sich. Nou, het is ja. geen geheim... Dit is een publiekelijk geheim of geen geheim... dat ik sinds vorig jaar... een connoisseur ben geworden op het gebied van de hardrock. Ja? Oh, 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 ja? Ik was ja. naar Tons of Rock geweest... in Oslo, en daar heb ik Kiss gezien. En dat ja. heeft iets bij mij losgemaakt. En sindsdien hou ik van hardrock. Sindsdien luister ik onironisch... naar Thin Lizzy. Okay. En ook naar Def Leppard. En naar heel veel andere kutmuziek. Ja? Mm -hmm. Mijn gevoel is dat Metallica veel beter een hard rock band is dan een metal band, laat staan een thrash metal band of een groove metal band. Dus die eerste paar albums van Metallica, thrash metal. Krijgen okay, we met Load en Reload. Nou, dat is natuurlijk van het padje af. En toen na het padje af kwamen ze in 2008 terug met Death Magnetic. En ik denk, als je gewoon even je ogen openhoudt en je oren ook, dan merk je dat dat een hard rock band is. En als ja. je helemaal accepteert dat Metallica een hard rock band is, en dat past ook het best bij de leeftijd van die mensen. Als het gaat over hardrock-bands, dan is altijd de vraag... kunnen ze het nog wel? He, ja. Kunnen ze nog wel een instrument bestelen? Dan is het niet eens meer gek dat mensen die vraag stellen over Lars Ulrich. En over die solos nog wel kunnen. Dus daarom denk ik dat Metallica als hardrock-band dat past veel beter bij wat Metallica is in de 21e eeuw. Snap je? Ja. En ja. dan heb ik nog een verder stukje piece to the puzzle. Is dat hardrock-bands hebben vaak... Eigenlijk zonder uitzondering verschrikkelijke uh, ballads. Ja? Neem bijvoorbeeld One ja. Love and Hate Collide van Def Leppard. Dat is gewoon verschrikkelijk. Waarom ik naar hard rock luister, is omdat het gewoon eigenlijk hardcore is, maar dan niet softer. Ik, denk als, ik heb al vaker gezegd: als ik ooit een coverband ga beginnen, dan maak ik een hardcore band waarbij hard rock covers ge gedaan worden. Want ik denk dat die virile riffs van Tin Lizzy bijvoorbeeld, of Kiss He, er zit zoveel power, zoveel swagger, zoveel energie in. Dat als je, daar kan je gewoon een breakdown op leggen en dan wordt het gewoon hard. Ja. Maar de mindere kant van de bands, wat minder goed te verteren is... en wat onuitstaanbaarder is, dat zijn de ballads. Heeft ja. Metallica ballads, Niels? Laten we uh, eens even de top 2000 elk jaar erbij halen. Ja, ja, nothing else matters en dan. En we he, zien dat and one One and en whatever die band nog meer heeft... Metallica ja. heeft gewoon 300.000 verschrikkelijke kutballets Die <laughs> iedereen kent. En die elke metalhead gewoon een kut vindt. En Jawel. dat hoort, Niels, bij een bij, bij Een hardrockband een heeft een paar mainstream hits. Die veel softer zijn dan het daadwerkelijke ja. materiaal. Waarmee de plebs, hè, de mensen buiten de scene. Elitair ja. gatekeeping, die band kennen. En dan misschien denken: oh, ik neem een t-shirtje van Def Leppard bij, uh, bij de AM. Of een t-shirtje van Metallica. Ja. Dus daarom denk ik. Laten we gewoon omarmen dat Metallica geen enkele loofwaardigheid hoeft te hebben op het gebied van metal of specifiek thrash metal, dan kan mm -hmm. iedereen gewoon erkennen dat Slayer de mm -hmm. enige band uit de Big Four is die dit doet. Dat de Big Four eigenlijk een Big Two is, want natuurlijk is Anthrax totaal niet zo'n grote thrash metal band als bijvoorbeeld Exodus of Creator. Mm -hmm. En nou, ja, dan hebben we alleen nog Slayer en dan dat nummer twee Megadeth. En Metallica is dan gewoon Naast Guns N Roses, naast Status Quo, naast Tin Lizzy en al die andere Hardrockbands. Een DC. ac ACDC! Ja. Motorhead al op zekere opzichten. Ja, met Teleka ja. is een hardrock En het moment waarop dat daadwerkelijk omarmd zou moeten worden door de wereld, was op 2008 met het uitbrengen van Death Magnetic. Ja, oké. Okay. That, yeah. okay. Nou, je maakt een heel goed punt. Uh, maar. Daarom wil ik wel even zeggen, dat maakt het niet automatisch dat Death Magnetic Metallica's beste plaat is. Juist, wel. Want het is een soort van transformatie. Het is een rebirth. Het is een wedergeboorte. Ja, maar dat hebben ze al gedaan, volgens mij, na de Black Album. Want sindsdien hebben ze eigenlijk alleen maar van dat soort platen gemaakt. Ik bedoel, de eerste... Ja, oké, okay, ze verschillen natuurlijk wel onderling. Maar de, de, de eerste de, de drie, vier platen, dat was meer metal. En daarna zijn ze gewoon een andere kant in gegaan. Zo misboxen als Lulu... Ja. Kan alleen maar gemaakt worden door een hardrockband. Ja, het is gewoon maar... sluitend. En die nieuwste plaat was ook gewoon hardrock. Ja, 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 zeker. Dat is ook wel. Ja, ik, ik weet alleen niet of Death Magnetic het punt is waarop ze een hardrockband zijn geworden. Volgens mij zijn ze dat al eerder geworden. Maar uh... ja, nou, nou, daar kunnen we dan nog over twisten. Maar ik zeg dus, Metallica is beter een hardrockband dan een thrash metalband anno 2000 en, en later. Ja. En dus is Metallica, als we het hebben over Metallica in de moderniteit. Dan is dat gewoon, ook qua populariteit en alles wat erbij komt... met de ballads en whatever, gewoon een bent. En wanneer was die transformatie compleet? Wanneer werd dat duidelijk aan de bredere massa... met het uitbrengen van Death Magnetic? Een monumentale verandering in de wereld. De wereld was daarna niet meer hetzelfde na het uitkomen van Death Magnetic. <totstukken> dat laatste wat je zegt, dat betwijfel ik enorm. Ik weet niet of Death het Magnetic het, noemt het, noemt het noemt noemt moment was waarop... Ik denk dat heel veel fans nou, bij het uitkomen van Death McNally gewoon heel erg blij waren dat Metallica weer zo'n een soort van luisterbaar album had gemaakt. Ja. Want uh, die plaat voor Saint Anger is natuurlijk gewoon onbeluisterbaar door de snare sound. Er waren een paar mensen in, in de comments die dat leuk, die, die juist die snare ja, sound Ja, Ja, ja. natuurlijk. Hey, maar hè, sommige, sommige mensen, ja, weet je, sommige mensen rollen voor hun... Uh, Plezier door een, uh, een hoop stront heen of zo. Maar dat wil niet zeggen dat het een goed idee is. Dat het, ja, weet je, je hebt altijd een idioot die dat dan wil doen. En, en uh, uh, nou, ik zeg idioot. Ik wil niet die mensen idioten noemen. Iedereen heeft recht op zijn, eigen, uh, oh, uh, op zijn eigen mening. En inderdaad, als je van rommelige sounds houdt en zo, dan is dat wel. Het is natuurlijk wel ergens is het wel super gaaf dat uh, de grootste metalband van de wereld een, een plaat heeft gemaakt die klinkt alsof je ergens in een garage heeft, is opgenomen of zo. Dus dat, uh, dat is dan wel cool. Maar ik denk dat Death Magnetic een soort van, nou ja, kleine return to form was voor Metallica. Ja. En dat, dat, dat ze daarom, uh, dat daarom dat album, denk ik, redelijk als oké okay wordt gezien. Ik moet overigens wel zeggen dat die ook de productie van Death Magnetic heeft wel wat uh, mankementjes, hoor. Want die is zo tyfus hard afgemixt, ja. dat je af en toe echt zit te, te luisteren met zo van, oh, ik kan, ik kan hem, zeg maar, als ik mijn volume naar beneden draai, dan hoor ik de muziek niet meer. Maar als ik hem ja. omhoog draai, dan doet het zeer aan mijn oren, weet je wel, zo... Ik had, er waren inderdaad een paar mensen op Instagram die dat punt maakten inderdaad. Dat mensen zeiden dat Death Magnetic dan inderdaad een redelijk goede plaat is. Maar zelfs als de muziek goed is, hij nog redelijk onluisterbaar is omdat de productie zo bagger is. En niet op een zingt enger manier. Maar inderdaad dat de mixing gewoon, dat het vermoeiend is om naar te luisteren. Maar ja, dus, ja. jij zegt ja, oké, okay, een, een return to form. Ik zeg dan, met mijn interpretatie van mijn hot take, is dat Metallica was aan Larven. En die zat... Sinds Sint Anger in een, in, een, in, een, in, een, in een, hoe noemen we dat? Een cocon. Een cocon. En sinds, Ik denk sinds Lood misschien wel. En sinds 2008 is, het een is, vlinder. Een, is Metallica gewoon een vlinder. Een, is het een vlinder. Het is een mooi vlindertje. Metallica is een mooi vlindertje. Juist. Ah, oh, wat mooi. Wat een mooi punt maak je hier, Pim. Ja. En daarmee ja. is eigenlijk de discussie gewoon klaar. Want volgens mij is dit nou gewoon waarheid. Ja, nee. De, 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 kijk, ik snap dat van, van latter-day Metallica is denk ik Death Magnetic wel een van hun betere platen. Maar uh, ik zou dit absoluut niet wegzetten als Metallica's beste plaat. Nee, maar wel de beste plaat van Metallica in de moderne tijd. Ja, ja, ja. Dan, dan zou ik zeggen ja. Kijk. maar, je, kunt, je, maar je, je begon je opus uh, hier met. Uh, ja, Death Magnetic is de beste plaat van Metallica. Dat is nog steeds maar waar. Er staat nog, een, er staat nog een Asterix bij. Nee, het, nee, nee, ho, ho. Daar ga ik er nog even klap ik eroverheen. Die Asterix van ja. nu weggevaagd. Oh. Het is nog steeds de beste, het beste album van Metallica. Oké, okay, ligt toe. Nee, dus zoals ik zeg, Metallica is een band hardhookband, En bands maken geen thrash metal albums. En dus is het zo ja, dat maar... de Death Magnetic is gewoon het beste album van Metallica. Ja, die, die redenatie houdt geen steek. Dat is echt dat is, dat is complete onzin. Als je, een plaat, als je kijkt naar de eerste drie platen of de eerste vier platen van Metallica, dan, dan dat is dat allemaal zo ver boven het niveau van, van, van Death Magnetic. Dat wil ik niet zeggen dat als je, als, je, als je een plaat maakt in een bepaald. Als je wordt gezien als een, als een, als een band die in een bepaald genre opereert. en dan maak je een uitstapje naar een ander genre. Dan is het, en je maakt daar een supergoed album. dan mag daar ineens niet meer meetellen als je beste album. Dat is toch onzin? Nee, maar we hebben het over Metallica hier. Ja, niet zomaar nee, over ja, een band. En, ja, en, en dan voor, nog. Voor, de, voor de meest bekende metalband aller tijden waarschijnlijk... gelden gewoon andere regels. <laughs> ja, nee. De, nee sorry, dan krijg je er van mij niet, niet doorheen. Als ik nu een album op ga leggen van Metallica... dan is dat Death Magnetic. Ja, nou, dat mag. Ik heb in de aanloop naar deze podcast... die eerste vier platen geluisterd. Oké, okay, die allereerste, die uh, Kill Em All... kan nog... En ik denk ook, zeg maar, als je een beetje in de thrash metal zit, dan, dan kan je betere thrash metal albums noemen dan al die vier platen. Makkelijk. Ook van bands buiten de Big Four. Ik denk bijvoorbeeld dat Exodus en Creator en Sodom hebben allemaal betere platen dan die eerste vier platen van Metallica. Ja. ja. En daar durf ik mijn hand voor in de, in de fik te steken. Maar hebben die heeft Exodus een betere plaat dan Death Magnetic? Het antwoord is nee. En dus is Death Magnetic het beste album van Metallica. Ik <laughs> toch steeds laten dijken. Een hot take is een hot take, Niels. Je kan het niet betwisten. Oké, oké. Alle geloofwaardigheid is meteen de deur uit. Maar het moest gezegd worden, Niels. Kijk, ik weet niet, wie zei dat? Einstein of zo? Dat uitvindingen, nadat ze gedaan zijn, logisch klinken. Nu dit uit de boeken is gedaan door mij, nu dit nieuwe evangelie verkondigd is. is heeft iedereen gewoon een nieuw perspectief op hoe de metalwereld, of de bekende, bekend zijn met tijden. Uh, hoe, hoe, hoe die band gezien moet worden. Namelijk niet als metalband, maar als hard band. En met dat inzicht... Uh, ja, is, dat is het einde van mijn whole take. De, ik ben daar gepiekt. Al dus God, anno 2020, heeft gesproken. Ja, en Metallica. Uh, ja, ik ga hier niet meer uh, te, te, tegenin. Ik heb geprobeerd om een beetje reden <laughs> hier te praten, maar dat uh, lukt niet. Um, ja, als jij Death Magnetic het beste album van Metallica vindt, dan mag dat. beste album. Ja. Oké, okay. uh, ik, ik ben benieuwd aan onze luisteraars en, en de zware lezers gaan vragen of dat dit waar is. Of heb je zoiets van, nou, ik ben wel tevreden met de hoeveelheid haat die ik nu online krijg. Kijk, Jezus werd uiteindelijk oh, nee. ook aan het kruis gezet. Ik heb de massa niet nodig om te weten jij, dat ik gelijk jij, heb. Jij heels. wil sterven. <laughs> ik wil sterven voor, voor deze zonde. Als je weet dat het klopt wat je zegt, dan moet je erbij staan. Okay. En ik zeg het gewoon met volle borst. Oké. Okay. Uh, ja, nou goed. Prima. Ik, uh, ik ben het er niet mee eens, maar uh, ja, mag. Hot takes. Nou, we horen ze dus graag van jullie. Ja. Uh, en graag ook dit soort sappige hot takes, want hier heb je natuurlijk wel even iets over te zeggen. En ook met onderbouwing. Praten. En met onderbouwing erbij, graag. Dus uh, volgende keer zullen we op Facebook weer zo'n uh, call plaatsen en dan... Uh... Ja, kijk, we kunnen ook een wekelijks segment maken waarbij ik nieuwe ja. argumenten aandraag... voor waarom Death Magnetic nou het beste <laughs> album is van Metallica. Vind ik ook best. Ik denk dat ik nog gewoon een paar afleveringen hiermee door kan gaan. Als je mij ja. nog wat onderzoekstijd geeft. Oké. Okay, maar okay. dat doe ik liever niet, want ik luister liever niet ja. naar Metallica. Nou, dan dus... begin maar met het verzinnen van een titel van dat segment dat rijmt. Metallic Take... De... <laughs> oké, okay, Niels, het ja. wordt uh, te, 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 lo te long. Doe ja. even de laatste tip. Ja, oké, okay, laatste tip. eens eerst. Tuurlijk, ik heb net al gezegd uh, dat uh, de fijn, denk ik het best is van Metallica, Dus uh, het woord is in jou. Cool, nou, ik heb een korte tip deze aflevering, en dat is uh, End Splinters from an Ever Changing Face. Ik heb in de afgelopen weken niet zo heel veel tijd gehad om naar nieuwe muziek te luisteren. Dus in de schaarste momenten die ik had om echt iets nieuws te checken, dan zet ik dan ook iets op, waarvan ik eigenlijk al wist dat het vet ging worden. En ja, dit end is dan zo'n band die helemaal in mijn straatje valt. Voor de mensen die al wat langer naar Osmium luisteren, zal het dan ook niet echt als een verrassing komen. Ik bedoel, speel wat entombed core en wat breakdowns met die kenmerkende HM2 kettingzaag sound. En Ik ben je bitch. Dus ja, ik krijg hier gewoon geen genoeg van. En doet precies dat. 30 minuten lang word je gewoon volle bakken in je gezicht gehamerd. op de meest brute, overrompelende manieren mogelijk. En als dat nou nog niet overtuigend genoeg is. is het misschien goed om nog een klein beetje context te plaatsen. om deze band. Uh, dit is namelijk een supergroup. Aan het roer staat Will Putney, uh, gitarist van Fit for an Autopsy, een uh, death, deathcore band. En daarnaast een zeer gewilde producer in het hardcore-genre. Hij produceerde onder andere albums voor Norma Jean. Hij heeft Error Zone van Veen gedaan. Knocked Loose heeft hij een album voor gedaan. Low Teens van Every Time I Die, aka het beste Every Time I Die-album. Hot Take. Heeft hij ook Way. Uh, Death Magnetic gedaan? Nee, die, die, ik weet niet. Die is door een blinde gehandicapte aap gedaan, volgens mij. <laughs> um, Harm's Way, Post Human. Die, uh, bekend, die band is bekend van die Running Man-meme. Uh, nou goed, genoeg credits. En uh, daarnaast zitten er ook nog leden van of ex-leden van Counterparts, The Dillinger Escape Plan en Misery Signals in deze band. Kortom, talenten over. En dat hoor je er eigenlijk ook wel vanaf. Ik ga niet claimen dat het super vernieuwend is. Het is ook best wel lastig om in deze hoek echt op te vallen. Maar dit album doet voor mij genoeg om memorabel te zijn. En ja, buiten dat is het gewoon een, een half uurtje ontzettend lekker gebeuk. Dus uh, ja, luister het. And Splinters from an Ever Changing Face. Ik had het zelf nog niet gecheckt, maar ik zal het even luisteren, joh. Ja, wat ik uh, al ja, zeg, het is mijn shit en ik denk dat, het, ja, dat jij het ook wel vet vindt. Dus, ja, ja, ik ben misschien wat meer kritisch in de zin dat ik niet zomaar meer overtuigd word door een rijtje van... ...oh, deze gast zat in die en die band. En als je dan nadenkt van, ja, maar die en die band, die hebben al uh, drie albums niks boeiends meer gedaan of zo je ja. denkt van, ja, boeiend. Dat je, ik snap wel dat je uitgeblust bent bij Everytime I Die. Dat je nou weer een nieuwe band gaat beginnen. En dan hoop ik maar inderdaad dat je nee, daar hij motivatie hij was de producer. Heeft. Hij was de producer van Everytime I Die. Er zitten geen Ex-Everytime nou, I Die-leden ja. Het is om lamlendig van te worden natuurlijk. Dus, maar ik ga het zeker even checken, Niels. Wat dacht je daarvan? Ja. Nou, dat was het doel van dit uh, praatje. Dus wat heb ja. jij uh, om te tippen? Nou, ik heb dus uh, een band. En die heet uh, Metallica. <laughs> en uh, die heb me net uitgebracht. <laughs> nee, Oké, okay, Niels, Niels, Niels. Nog iets. Ja, ja. Laat ik beginnen met een vraag voor mijn luistertip. Mm -hmm. Wat vind jij van Nirvana? Ik vind het een vette band. Daar dragen ik... ook heel veel mensen t-shirts van van de HM. Uh, ja. En dat ze dat alleen maar die MTV Unplugged misschien een keer gezien hebben de eerste drie minuten. En Smelsac nou, ja, Team ieder... Spirit kennen. Ja, nou ja, precies. Iedereen kent Smelsai like Team Spirit. Dus dan weet je in ieder geval een beetje wat Nirvana is, toch? Ik kwam eerlijk gezegd ook niet verder dan dat. Maar wat ik vandaag ga tippen. <laughs> is Blessings of the Highest Order van Thou. Die band kennen we wel, want die stonden vorig jaar bijvoorbeeld op de zon drie keer te spelen op Roadburn. Die deden een de Misfits cover set, een set met Emma Ruth Rundle en nog zelf een, uh, een losse set. En nou ja, ik heb daar toen tijdens die recensie van Roper, vond ik het leuk om die band een beetje goedkoop weg te zetten. Uh, toen schreef ik in mijn recensie: uh, De bittere Nola Sludge, karakteristiek primitief, drugsverslaafd en ambitieloos in geluid, wordt ingekleurd met de gekunstelde insteek van een Amerikaanse art graduate die wel eens de eerste paar bladzijden van Ulysses heeft geprobeerd te lezen. De zelfverklaard op gitaar slaande Heel Billy's uit Louisiana proberen vandaag potentieloos over te komen. Maar in ieder die de songteksten naast de muziek gelegd heeft, weet wel beter. Dus ik heb niet een al te hogere uh, ja, aanbidding voor, voor deze band. Mm -hmm. uh, omdat, ja, omdat ze zichzelf nogal interessant vinden. En misschien ook wat weinig quality control doen. In de zin dat ze dan in één jaar een album en drie EP's uitbrengen. Maar wat ze hier uitbrengen, vond ik dan wel weer grappig. Dat slaat dan weer helemaal nergens op. Is een coveralbum van Nirvana. En. Ik heb helemaal niks met Nirvana, buiten Smells Like Teen Spirit dan. Uh, en ik heb dus ook niet zoveel met Thou, zoals zojuist established. Maar ik vind dit wel lachen. Dus het, zijn, het blijkt dus dat die, die nummers van, van Nirvana en Smells Like Teen Spirit zitten niet eens tussen. Nee. Het zijn best wel de deep cuts die hier uitgekozen worden door, door Thou. Die passen best wel goed in een beetje zo'n aangedikte sludge-nola-sound. Beetje zo'n smerig. En nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wel testament aan hoe goed uh, Kurt Cobain uh, liedjes kon schrijven. Dat het zelfs in een, in een soort van sludge-do-metal-achtig uh, jasje nog steeds goed klinkt. Mm -hmm. uh, ik had ook graag een Misfits uh, coveralbum gehoord van Dow, overigens. Maar ik ben niet ontevreden met het feit dat er nou een coveralbum is van Nirvana. Okay. Lachen, joh. Ja, echt lachen. Vet. Hoe heet het album nog een keer? Blessings of the Highest Order. Vet. Nou, ik heb het nog niet gecheckt. Ik heb dus wel wat met Nirvana. Dus ik... Misschien moet ik dat eens even doen. Wat heb je benieuwd. met Nirvana dan? Nou, ja, ik vind het een vette band. Het, het, is, het is best wel knap hoe Kurt Cobain hele simpele nummers schreef... die zo ontzettend pakkend zijn. En tegelijkertijd uh, ja, best wel snoeihard kon zijn op momenten. Ja. Ik vind het vet. Dus... Uh, en, um, ja, ik, ik snap eigenlijk ook niet helemaal waarom jij niks met Nirvana hebt, want... In feite, Kurt Cobain probeerde gewoon de, de Beatles te zijn in songwriting en zeg maar in populariteit. Ze zeggen altijd van ja, hij wilde niet populair zijn, maar dat wilde hij echt wel. Je bent een psychiater. Ja, zeker. Ik, <laughs> uh, <laughs> hè? Weet je, hij zei toen, zei hij ook al dingen die niet helemaal waar je al van dacht. Dit is raar, zoals uh, Death Magnetic is welke het <laughs> beste plaat. Nou, ik maar, kon uh, me dus wel identificeren met Kurt Cobain. Ja, nee, maar gewoon, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind dat ze gewoon vette, vette nummers hebben geschreven. En, en die, die, die ja, quiet, loud dynamic, die vind ik wel heel vet in die band. Dus uh, ja. Nou, ja, anyway, maakt niet uit. Uh, Blessings of the highest order van Thou. Dus. Ja, maar ik heb een beetje het gevoel dat, dat, dat je niet zomaar fan kan zijn van, van Kurt Cobain en van Nirvana. Je kan, jij, jij, zegt, ik, jij bent de eerste persoon in mijn leven die tegenkomt die zegt: Nou, ik vind Nirvana wel leuk. En waarom vind je dat leuk? Nou, het zijn wel leuke liedjes. Zo van. Je kan van elke band kan je casual houden, maar het lijkt alsof of, of de fans van Nirvana, als je een Nirvana-fan bent, dan ben je ride or ja. die. Dan ben je gewoon to the core, dan is Nirvana de beste band alle tijden. En dan gaat er niks boven Nirvana. Ja, die heb je wel. Je hebt, nou, laat ik het zo zeggen, er zijn heel veel fanatieke Nirvana-fans, inderdaad. Ja, het is een beetje het gevoel alsof dat de enige populatie is. Ja, ik, ik was net te jong voor, uh, voor Nevermind, toen Nevermind uitkwam. Uh, want dat is volgens mij 1991 is dat album uitgekomen uit mijn hoofd. En ja, toen was ik. Uh, vier of vijf of zo. Dus ja, dat is allemaal net van mijn tijd geweest. En ja, dan heb je later horen dat natuurlijk terug, hè? Nou, dan, dan, omdat, omdat ze zo'n gigantische hits hebben gehad. En ook omdat Nevermind gewoon een van de best verkopende albums ever is. Echt, is insane. Als je de feiten gaat opzoeken over hoeveel, hoeveel Nevermind heeft verkocht, of hoe groot het album Nevermind is van, van Nirvana, dat is echt mindblowing. Het overstijgt alles. Gewoon alle Fucking rap uh, artiesten van deze dagen, die kunnen wel nieuws aan in, de in de buurt komen van hoe groot dat allemaal is. Of ja, een WhatsApp-playlist ja. nu? je doen. Ja, misschien. Ja, misschien ja, wel. Maar goed. Shout-out. Shout-out. Oké, okay, van jullie shout-out. Ik wil een shout-out naar de Regen En naar de koeienheid. En de koeienheid. En de koeienheid. En de koeienheid. Shout-out. En naar ja, Baden. En naar uh, de Death Magnetic.